desmaiou? Goedenavond, mag u uw legitimatie even zien? Ik weet niet. Wat is uw naam? Mijn naam. Ik weet het niet. Oké, neem maar mee. Gaat het? Wie ben jij? Wat de fuck gebeurt er? Kom mee. Ik kan je niks meer herinneren. Ik heb precies hetzelfde. Kom. Hoofdterrorismebestrijding Nederland Willem de Geer is dood. Hoogstwaarschijnlijk is hij vanmorgen omstreeks 4 uur in zijn woning in Den Haag omgebracht. Formeel is zijn dood nog niet bevestigd door de politie, maar voor iedereen staat vast dat het hier inderdaad om Willem de Geer gaat. Premier Sassen liet in een schriftelijke verklaring weten, zwaar aan... Eindelijk wakker? Ja. Ik zei vanmorgen omstreeks 4 uur is een woning in Den Haag omgebracht. Wat is er? Wat niemand voor mogelijk hield, is dus toch gebeurd. Willem de Geer, hoofd terrorismebestrijding Nederland. Die zijn eigen woning de dood vindt. Ken je hem? Ik weet het niet. Het onderzoek is nog in volle gang, maar volgens verschillende bronnen bij de politie... Kom. ...wijst alles erop dat de dader moet echt wat eten. ...waarschijnlijk in de buurt van de woning schuilhoudt. De verwachting is dat deze beelden vandaag nog worden vrijgegeven.
je er weer? Is dit van mij? Ja. Hoe kom je eraan? Ken je hem? Ik moet weer verder. Je naam is Sam. Als je dit leest, ben je je geheugen kwijt. Maar vertrouw op wat er in dit boekje staat. Dit is wie je werkelijk bent. Je leven was normaal. Enigszins. Om te laten zien waar ik ben. Kijk, is toch helemaal gek geworden? Waarom zou je dat? Heb jij nog een tweede telefoon? Ja, want je kan die namelijk routen en hem dan het ID van je nieuwe telefoon geven. Dat is heel simpel. Dan leg je hem thuis neer en dan denkt je moeder dat je de hele dag daar bent. Oké. Wat een weirdo. Leuk. Sam. Op de zojuist vrijgegeven camerabeelden ziet u de verdachte van de moord op hoofdterrorismebestrijding Nederland, Willem de Geer. Uit het vuistgebaar kunnen we opmaken dat de dader vermoedelijk een handlanger is van de linksradicale groepering De Massa. Een beweging die zich voornamelijk bezighoudt met cyberterrorisme. De Massa beweert in een schriftelijke reactie niet verantwoordelijk te zijn voor deze aanslag. Echter, alle sporen dus ver. Stop! Hallo? Zo, lekker bezig. Hoe goed ben jij eigenlijk? Niet zo. Heb je zin om straks wat te gaan drinken? Frank, dit is Sam. Sam, hi. Frank, goed hi. Dat je er bent. Ja. Wij vroegen ons af of jij ons misschien wat verder zou kunnen helpen. Mick, schrijf eens op. Oké. Okay. Ja. Sorry, ik weet niet of ik dit... Kom op, het zijn nazi's. Ze lezen onze mails, kennen onze telefoon. Kom op, Sam.
Alsjeblieft. Ik ben binnen. Oh shit. Hey, gaat het wel goed? Kom. Zes getuigen. En allemaal zeggen ze dat het jouw idee was. Sam. Mag ik Sam zeggen? Jij bent een getalenteerde jongen. Het is alleen jammer dat je jouw talent blijkbaar tegen ons wil gebruiken. Hoe vind jij dat wij het doen? Sorry? Ja, als overheid. Vind jij dat wij te streng zijn? Wij moeten de gewone burger beschermen. Al zal dat soms ten koste gaan van enige vrijheid. Maar ik hoor niet bij hun. Snapt u? Ik hoor er niet bij. Ze zullen een gevangenisstraf eisen. Een flinke ook. Al heb ik natuurlijk liever niet dat dit uitkomt. Als ze horen dat een student ons systeem kan kraken. Nou. Daarom willen we jou een alternatief aanbieden. Een tweede kans. Welkom allemaal. Mijn naam is Van Munt. En het is mijn eer om jullie welkom te heten hier op dit instituut. Ik weet dat de meesten van jullie een moeilijke tijd achter de rug hebben. Een periode waarin er nogal veel kritiek werd geuit op jullie gedrag. Jullie zouden lui, verwend, egoïstisch of onaangepast zijn. Dies bezit. Ik heb goed nieuws. Dat verleden is voorbij. Hier begint een nieuwe start. Wij bieden jullie een omgeving waarin jullie centraal staan. We richten ons niet op dat wat je niet kan. Maar focussen ons op dat wat je wel kan. Wij willen dat je dat specifieke talent in jezelf ontdekt. En dat je wordt gestimuleerd om die gaven tot het uiterste te ontwikkelen. Dat je meester wordt over je eigen kracht. Een master. Deze groep ging jullie voor. Niemand valt er buiten omdat hij anders is. We gebruiken hier zelfs geen namen. We gebruiken hier heel simpel nummers. En er heerst hier gelijkheid. Verschillen doen er niet toe. Hier hoort iedereen bij één team. Hey. Oké, jongens, morgen 6:30 op. En wat als ik nou moet pissen? Je kan daar. Oh. Ik ben trouwens Louis. Nummer 11 zou je bedoelen. Ik ben Sam. Sam. Sam.
Zit jullie wel veilig? Wij kennen elkaar al. Echt? Weet je wie ik ben? Weet je wat er is gebeurd? Hey. Hey, goedemiddag. Hoe gaat het weer? Wat eten, hè? Ze hebben echt alles. Hallo? Nee? Nou, moeten we vaker doen. Jongen, jongen. Gezellige lui, die masters. Zeven? Ja? Jij wilde de defensiecode breken met zelfgeschreven software. Goed werk. Ik ben je coach. Ga je mee? Breek maar in. Wat? Met jouw laptop breek jij bij mij in. Oké. Okay. En? Wat zie je? Nou, jij bent hier administrator en bewaakt kennelijk beveiligde data. En nu ben je een hacker die kwaad wil. Wat zou je dan doen? Nou, kopieer jouw data. Oké. Okay. Ik delete je data. Ga je gang. Doe maar. Wat voor melding krijg jij net binnen? Ja, of ik zeker wist of ik al jouw data wilde wissen. Al mijn data? Oh, fuck. Ik ben gewoon mijn eigen schijf aan het wissen. Luister. Les 1. In iemands computer inbreken is heel eenvoudig voor amateurs. Een goede hacker die zorgt ervoor dat iemand zijn eigen vijand wordt. Als je de kennis van de target tegen zichzelf kan laten gebruiken, dan ben je echt een meester. Hoe heet je eigenlijk? Nummer 7. Oké. Sam. Sam. Ik heet Marit. Ben je klaar voor je eerste les? Elke dag, naast jullie individuele coaching, doen we ook een blok fysieke training. Conditie, kracht, lenigheid en zelfverdediging. Zelfbevrediging. Zelfvertrouwen begint bij jezelf. Maar soms moet je de ander ook overtuigen. Doe maar eens een poging. Kom. Sla maar. Sla. In het blok specialisatie. Ik heb dus een heel scheikunde lokaal voor mezelf. Hè. Hoe onwijs cool is dat? Echt alles is er. Grondstoffen, gasbranders, bokalen, flessen, meters, alles. Lopen. Nummer 2. Lichaamsgewicht naar achter en voeten tegen de muur. Basis, kom op.
voeten tegen de muur aan te zetten. Draai om. De maag. Zeven. Ja, jongen, als je maar niet denkt dat je mij ooit gaat inhalen, hè? Heb je al veel nieuwe vrienden gemaakt? Ja, ik geloof het wel, ja. Oh, zie je wel. Ik zei toch dat het goed zou komen. Man, er is wat geks aan de hand hier. Dan las ik het zelf wel op. Ik weet niet, we waren in het zwembad gisteren en er was een jongen en... Hey. Gaat het? Ik zeg het tegen mijn moeder over de jongen in het zwembad. Volgende moment, alle computers vallen uit. Ik zweer je, man. Dit instituut... Gefeliciteerd. Door zijn uitstekende prestaties is twee de eerste van jullie groep die master is geworden. Ga je mee? Doe je best, jullie. Serieus? Ik bedoel, zo jij bent beter, man. Wil je echt zo graag een master worden? Hé. Hey. Ik weet niet hoe het bij jou zit, hè? Maar bij mij was het overal waar ik kwam pretty fucking much the same. Crimineel, met zulke letters op mijn voorhoofd. Hier krijgen wij een kans, hè? Waarvoor ben je gepakt, dan? Vechten? En wat leer je van je coach? Het is vooral zelfverdediging. Louis, eerst worden we ergens voor gepakt. Vervolgens liggen we hier om er beter in te worden. Dat is raar, toch? Hé, waarom ga je niet gewoon lekker naar huis? Omdat het een gevangenis is. Luister, vriend. Ik weet hoe gevangenissen eruit zien. En ik kan je vertellen, dit is geen gevangenis. We'll be right back.
Wat doe jij? Hetzelfde als jij. En nu? Kom. Slapen. De Masters. Ze gaan weg. Zie je wel. Het gebeurt niet in de gevangenis, hoor. Laten we het nog een keer proberen. Vluchten. Samen. Maar nu goed. Wil jij eerst mijn spechten? Zo. Hé. De eerste master. Hé? Hé, waar was je de afgelopen dagen? Hé? Ik zag dat je van het terrein af mocht. Wat gingen jullie doen? Niks. Ik heb geen tijd voor jullie. What the fuck? Hoe heb je dit gedaan? DNS-spoofing. DNS-spoofing? Dat is onmogelijk. Die adressen die zijn versleuteld.
Sam. Niet doen. Niet doen. Ik meen het. Wat doe jij hier eigenlijk? We willen toch allemaal iets toevoegen aan de samenleving? Ja, serieus? Daar geloof je toch zelf ook geen reet van? Ik weet alleen maar wat ik jou kan leren. Dit is een gevangenis. En er klopt niks van. En dat weet jij ook. Ik weet niks. Nee, dat blijkt wel. DNS-proefing, zei je toch? Nou, dat zal nu niet meer lukken. In het regeringsgebouw precies is ontstaan. Maar dat het om een doelgerichte aanslag gaat, dat staat vast. De schade die de explosie heeft veroorzaakt loopt op tot enkele miljoenen. De politie vermoedt dat de dader in de linksradicale kringen gezocht moet worden. Verzetsgroeperingen lijken steeds meer op zoek te gaan naar een gewelddadige vorm van protest om een standpunt duidelijk te maken. Premier Sasse heeft laten weten zich niet te laten afschrikken door deze terroristen. Dit land wordt nog altijd geregeerd door onszelf. Onze normen, onze waarden. Niet die van een handjevol terroristen. Dit is een tijd dat het Nederlandse volk zich als één man achter zijn leider moet scharen. Alleen dan kan deze terreur stoppen. Oké, luister. Het regeringsgebouw was tijdens de aanval. Ik weet een manier om langs de deurvergrendeling te komen. Maar daarvoor heb ik dat glas nodig, oké? Dus als jij kan zorgen voor iets van afleiding. 92% van de bevolking zegt zich zorgen. Geen probleem. De aanslagen van de afgelopen tijd. Strengere wetgeving lijkt dan ook dichterbij. Zo, dames en heren. Veiligheid... Hebben jullie het allemaal naar je zin vandaag? 8. Hé! Hey! Er mag toch een beetje gelachen worden? Wat zeg je? Ik versta je niet! Ik versta je niet! Kom, dicht! Laat met je poten van me af! Wat je ook van plan bent. Ik doe mee. Geluk? Eitje. Hoe kom je in al die shit? Het lokaal van 2. En je weet hoe dit allemaal werkt? Mm-hmm. Hoe weet je dat dan? Internet. Tuurlijk. Jesus. Vanavond zijn we weer weg.
Fan? Ja, wil je toch ook weg? Wat luister je? Gewoon iets van vroeger. Mag ik ook meeluisteren? Is dit voor muziek? Ik zei toch iets van vroeger? Sorry, laat me nou even luisteren. Nee, nou ja. Ja, wel toch? Ik bedoel, het ene moment sla je alles kort en klein. Het volgende moment zit je hier te huilen als een klein meisje. Maar ja, kijk maar naar mij. Ik praat en ik doe mijn mond open en er komt alleen maar onzin uit. Ik vind die muziek heel mooi. Ik zit je gewoon te pesten. Omdat ik denk dat je heel... Of vind eigenlijk dat je heel... Heel bijzonder bent. Echt. Laat maar. Weirdo. Ja, ik weet het, ja. Geen gek idee krijgen. We hebben gezoend. Wat? Ja. Was, was wel oké. Wel oké? Ja. Laat zien. Nee. Nee, het begint net spannend te worden. Geef hier. Nee. Geef hier. Nee. Ik zei, geef hier. Edel Hara. Lara? Ja, ik vind het ook wel een rare naam. Nog geen gekke ideeën krijgen, hè?
fuck gebeurt hier? Operatie goed doorstaan. Bijwerkingen niet noemenswaardige hoofdpijn. Geen bloedingen. 4. Implantatie doorgezet. Bloedingen intern. Fascinaties. Bloedingen verhevigd. Derde ingreep. Overlijden. Chip afgekeurd. Hey, wat is dit allemaal? Definitief. Sasse. Er zijn resultaten, dat weet ik. Maar er zijn twee kanten aan dit project. Chaos en de controle die daarop volgt. Maar wat vond u van de explosie? Spectaculair. Effectief. Maar we hadden gezegd, geen slachtoffers. Tja. Tja, die vent was een vader van twee kinderen. Met een doorgesneden keel. Ik wil dat alles tot in de laatste punt en komma wordt uitgevoerd. Dat versta ik onder controle. Duidelijk? Meneer Sasse, mag ik u iets laten zien? De masters hebben het regeringsgebouw opgeblazen. Dat is wat ze gingen. Waarom zou Sasse zijn eigen gebouw opblazen? Wat wil Sasse? Veiligheid. Controle. Strengere wetten om ons in de gaten te kunnen houden. Maar die wetten, die komen er niet zonder steun van de bevolking. Dus wat doet hij? Mag ik u voorstellen? Dit is onze laatste aanwinst. Ik zou zeggen, gaat u gang. Rook je? Nee. Vanaf nu wel. Maak maar uit. Op je arm. Ja, zo is het wel genoeg. De demonstratie is afgelopen. Wie zegt dat? Het is wel duidelijk. Is er een probleem, Willem? Ben je het weer eens niet met me eens? Nee. Ik wacht wel even buiten. Alles onder controle? Uiteraard. Maakt u zich geen zorgen.
Van de Geer zullen we binnenkort geen last meer hebben. Is hun geheugenverlies permanent? Al zou iemand zich iets herinneren, dan nog is het heel vaag en onsamenhangend. Feitelijk heb je dan alleen een verwarde tiener, ex-crimineel, die beweert dat hij aanslagen moest plegen uit uw naam. Wie in de hele wereld zal dat ooit geloven? Dit is de server die de chips aanstuurt. Wat doe je? Ik probeer haar chip uit te schakelen. Marit, we moeten weg. Nu, we moeten weg. Sam! Sam, wat nou weer? Terug naar onze kamer. Luister, die chick van je, die is weg, kapot gemaakt. En wij ook, als we nu niet gaan. Doe jij maar wat je wil. Ik blijf. Lara. Wat doe je? Je hebt een chip in je hoofd. Voel dan zelf. Voel. Hier, luister. Ik heb alles opgeschreven. Wie ik ben, wat er die nacht is gebeurd, alles.
Bewaar het goed, ja. Als ik straks toch zo'n halve zombie blijk te zijn, dan geef je me dit, oké? Okay? Hoe bedoel je toch? Ik heb de chip die voor mij bestemd is omgewisseld voor een blanco chip, maar ik heb geen idee wat dat gaat doen. Oh, alleen voor jezelf? Zeven. Weet je waarom hier alle deuren op slot gaan 's nachts? Hiermee voorkomen we dat types zoals jij gaan rondneuzen. Ik mag jou wel zeven. Ik denk dat jij het hier heel goed gaat doen. Heb je nog een DNS gespoefd de laatste tijd? Je neus. Oké, maak dit maar af. Ik ben zo terug. Ja. Sam. Je hebt gelijk. Ik ben laf. En dat spijt me.
Hey man. Weet je wie ik ben? Nummer 11. Jij bent nummer 11. Atletisch, goed in boksen, snurkt 's nachts, praat iets te veel. En je rent als een meisje. Fuck. Hey, hoor je me? Ik heb je bewijs, hè? Als we straks van het terrein af mogen, kan ik ontsnappen en deze beelden verspreiden. Ja, als jij straks van het terrein af gaat. Hoe bedoel je? Ik moet toch hier blijven? Louis. Ik kom terug, hè? Dat zal wel. Gistermiddag is er volgens onze inventaris een flashdrive verdwenen. Uit jouw lokaal. Seva had haar les. Zeven. Zou je deze uit willen maken? Op je arm? Heb je hem alleen gelaten bij jouw terminal? Nee. Echt niet? Jij weet 100% zeker dat Zeven dit niet gedaan kan hebben. Ja, dat weet ik 100% zeker, ja. Gelukkig. Jou hebben we namelijk nog nodig. Jou daarentegen. Zoals jullie allemaal weten was Marit niet helemaal zichzelf de laatste tijd. Last van neerslachtigheid. Vannacht het instituut verlaten. En jullie hebben haar nooit meer gezien. Maak je klaar voor de missie?
Hoe gaat het verder? Ja, niet. Je houdt het op. En nu? Hoe weet je dat dit gaat werken? Dat weet ik niet. Sam, stop! Zeven, jij schakelt alle beveiligingscamera's uit. Communicatie alleen via de oortjes. Twee. Binnen. De camera's zijn uitgeschakeld. Deur open. Go. 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 2, 8. Schakel target uit. Zet die camera weer aan. Nu. Loop er nu naartoe en maak een vuist richting de kamer. Thank you.
de grond. 8 naar de kelder. We moeten hier weg. Doe je? Wacht. Je moet goed naar me luisteren nu. Ergens ben je daar nog. En dat weet ik gewoon. En je gaat met mij mee. Nee. Luister nu. Ik heb hier een flash drive met daarop keihard bewijs. Kijk. En je moet met me mee. Ja? Target is uitgeschakeld. Iedereen terug naar de hoofdingang. Alsjeblieft. Sam, hoor je me? Oh, wow, rustig. Ik weet waar wij moeten. Kom. Thank you.
Geef maar hier. Zeven. Het is voorbij. Het. Doe geen moeite. Jouw Lara is er niet meer. Zoon. Je hebt het lang volgehouden. Mijn complimenten. Maar vanaf nu is het beter als je je niet meer verzet. Wacht even. We checken eerst die flash drive. Heel slim bedacht. Wat is er? Hij geeft aan dat een grote hoeveelheid mail niet is afgeleverd. Wie heeft er dan iets verstuurd? Maar ze waren niet aangekomen, toch? Nee. Nee, die niet, nee. Hij heeft de beelden naar iedereen verstuurd. Iedereen? Het valt wel mee, hoor. Alleen maar naar alle klanten van de 10 grootste providers. Acht, schakel hem uit. Louis!
Sam. Hoe is het? Goed je te zien, man. Jou ook. Mijn naam is Sam. Dit is Lara. Dit is Louis. We gaan naar huis. Dat hij aanslagen moest plegen uit uw naam. Wie in de hele wereld zal dat ooit geloven? Minister-president Sass en mevrouw Vermunt zijn vanmiddag gearresteerd op verdenking van het plegen. Het onderzoek is nog in volle gang, maar meneer Sass. De hoofdrolspeler in dit opzienbarende schandaal, bekend onder de naam Zeven, blijft vooralsnog in anonimiteit. Al is het natuurlijk de vraag wanneer hij naar voren komt.